Hallo mensen van Dus Voor Gaming. Tijden niet gezien. Dat komt omdat ik na een paar maanden niet meer uploaden toch heb besloten om uiteindelijk een livestream te doen. Om toch te gaan livestreamen. Maar er komen in de toekomst nog wel video's. Ook al hier. Maar ik weet niet precies wanneer dat is en dit en dat. Maar nu, als je ooit een video van mij... Althans, als je mij wil zien livestreamen en af en toe, dan kan je ook clips maken en die clips die komen uiteindelijk online. Ik zal in de toekomst ook af en toe stukjes ook apart opnemen terwijl ik stream. Dus ik weet nog niet echt hoe dat gaat lopen. Moet even kijken van hoe en wat. Maar daar wou ik het eigenlijk niet over hebben. Mijn jaar 2020. En sommige, de meeste dingen laat ik eruit. Dan ga ik even naar mijn YouTube kanaal. Ik laat jullie niks zien, daar niet van, maar... misschien kan ik ook al ervoor zorgen dat ik zowel als op Twitch als YouTube tegelijkertijd ga doen. Ik weet het niet. Playlist. Content. We gaan helemaal terug naar januari. Dat is waar ook. 30 december ging ik naar... Dat was de... van vorig jaar de laatste video. En daarna de eerste begon in februari. Dus daar heb ik ook al iets van een maand tussen gezeten. En dat was... een GTA 5 video. Hallo, dat komt ook nog terug. Maar... dan waarschijnlijk in livestream secties. Wat ik dan opneem of knip. Waarschijnlijk wat ik opneem en daarna knip. Of gewoon hele stukken knippen. Nou, daarna had ik uiteindelijk... begon ik op... er zaten er 2 weken tussen. 28 februari zijn we nu. Dan begon ik elke week... Tank Mechanic Simulator op te nemen en daar heb ik 4 afleveringen achter elkaar gedaan. Elke week een aflevering Tank Mechanic. Daarna ben ik ook Minecraft Survival doorheen gaan doen. En vanaf daar is het eigenlijk naar 2 video's in de week gegaan. Ik heb uiteindelijk ook Apex er een keertje tussen gedaan. Dat was nog weer 2 dagen in de week. En dan is er een keertje een aantal dagen achter elkaar aflevering online gekomen. Daaronder een keertje Riddertijd. Dat gaat niet meer door helaas. Daar komen we straks nog wel op. Dan weer Tank Mechanic. We hebben de Bunker deel 2, Apex Legends. Minecraft Survival 4, dat was een solo survival. Dat doen we ook niet meer. Onderhand. En dan hadden we Riddertijd 24, 6 en 2. Frame van het schip bouwen. Ik kan dat misschien wel even laten zien straks, maar dat weet ik niet zeker. Of ik doe dat een keertje in de livestream of zo. Dan weer Tank Mechanic.
wat corrupt geraakt of zo, waardoor ik opnieuw moest beginnen. En dan weer survived ben ik er van Apex. Dat was een vierdelige aflevering. En onderhand zijn we 1 mei. Tank Mechanic Simulator 10. Ook weer een aantal dagen / weken achter elkaar opgenomen en online gegooid. 4 mei kwam Apex Legends 5 Survival de Bunker deel 4 van 4. Daarna Tank Mechanic, Minecraft Survival weer. En dan Tank Mechanic, Survival. En dat vanaf... Uiteindelijk ben ik gestopt met... Bij Minecraft Survival 10 zie ik hier, ben ik gestopt. Minecraft Survival, dat is 10 juni geweest. En vanaf 12 juni ben ik 2 keer in de week... Tank Mechanic gaan opnemen en uploaden. En dat was vanaf Tank Mechanic 12. En dat heb ik doorgedaan tot... Oh jezus. Eigenlijk tot 16 september. Met voorlopig de laatste aflevering. Maar die titel had meer in... Had toen die tijd had ik zoiets van, ik blijf nog wel doorgaan, maar niet met Tank Mechanic. Maar nu, achteraf, had ik zoiets van, die titel heeft meer mening dat dat eigenlijk de bedoeling was. Het was voorlopig de laatste aflevering van heel Dusselus Gaming. En totdat... Ik ging livestreamen en dat was ergens in november. De video was 19, dus 18 heb ik nog gelivestreamd. 18 november. En van 16 september tot 19 november. Dat heb... Even kijken... September heb toch 2 maanden tussen gezeten. Toch een maand tussen gezeten. Oktober heb ik niks gedaan. Maar zoals jullie hierboven ook zien, het is net even professioneler nu. En dat maakt niet zo even uit. Maar ja, ik hoop... 19 november kwam hoogtepunt 1 Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Meer gehaven zijn 5, maar dat komt. Dat komt denk ik omdat het zo'n lange video. Oh nee, niet eens. Korte video. Nou, ik had wat hoogtepuntjes wat ik zelf had uitgezocht, dat ik toen gepakt. En die had ik online gegooid. Dat was hem. Dat gaat veel vaker gebeuren, geloof me. Ik heb er alleen nog geen zin in gehad. Ik ben ook onderhand al een maandje niet meer aan het livestreamen. Ik ga dat van de week wel weer oppakken. Maar niet gelijk vandaag. Want ja, vandaag is het 31 wanneer ik dit opneem. En wanneer ik dit upload is het ook 31. Het is letterlijk dezelfde dag. Dus ja... Ik wil het wel weer oppakken volgend jaar. Ook mijn YouTube kanaal. Maar ik ga me meer focussen op livestreamen dan echt content maken voor mijn YouTube kanaal. Er komt wel content op mijn YouTube kanaal. Maar dat zijn waarschijnlijk delen van livestreams. Stukken die ik ook wil opnemen voor de livestreams. Die knop moet ik toen nog toevoegen. Ik moet sowieso nog bij mijn streamding een paar dingetjes nog toevoegen. Dus een desktop mute. Een apart opnameknopje. Xenus heb ik wel.
Maar ik ga er al meer dingen toevoegen en professioneler maken en dit en dat en zo en zo. Maar het was een beetje mijn jaar. Vol met hoogtepunten, dieptepunten. Ik ga jullie niet vervelen met andere dingen. Maar ik wil nog wel één ding zeggen. Dit jaar ben ik ook na iets meer dan 5 jaar weer vrijgezel. Dus dat is sowieso al zo heel raar. Maar dat zien jullie ook wel. Ik heb een baard. Die gaat ook alleen maar groeien, want maar hiernaast wil het niet echt groeien. Dus ja. Maar ja, ik hoop jullie eigenlijk weer te zien in het nieuwe jaar. En ik hoop ook niet te lang te wachten tot ik weer met content kom. Want ik ben nu bezig met een heel tof project. Als jullie van Mark's kanaal komen. Terminator 96NL. Dan weet je welk project ik het over heb. Hij heeft op dit moment 1 video op zijn kanaal staan. Kunnen we er denk ik wel even naar kijken. Toch een beetje van mijn eigen project. Wat ik toen gemaakt heb voor hem. Toch ook een beetje eigen promotie maken. Haha. Even gauw naar zijn kanaal toe. Ik heb hem klaarstaan. Dus ik ga het even uit. Momentje, ik moet even naar scènes. Ik ben er weer. Jullie zien, ik heb nu ook dit. Nou ja, boeiend. Maar aan dit project werk ik mee. Kijk. Hier stond het. Trailer gemaakt door The Source Gaming. Had hij hem in de beschrijving gezet? Nee. Nou, deze trailer heb ik voor hem gemaakt. Die is 10 december online gekomen. Dus die is nog niet eens zo lang online. Officieel. Maar dit is wel een project waar ik mee aan meedoe. Dus willen jullie joinen? Ga naar Mark's kanaal. Dat linkje zal ook even in de beschrijving zijn. Ik heb hem dit niet gevraagd of ik dit mocht doen. Maar dan kun je makkelijk de IP opschrijven en doen. En dat was hem bij deze. Fijne jaarwisseling iedereen. En dan tot de volgende. Tot volgend jaar. En hopelijk niet zo lang als de vorige keer. Later.